Op vrijdagavond 26 en zaterdag 27 april werden in het Aldendrielpark in Mil de Oranjefeesten gehouden. Het begon op vrijdagavond allemaal met curling, muziek en veel gezelligheid. Op zaterdagochtend, Koningsdag, verzorgde burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Kuik de officiële opening. Muziekvereniging Sint-Willibrord zorgde voor de muzikale omlijsting en speelde tijdens het hijsen van de vlag uiteraard het Wilhelmus. Tijdens deze officiële opening was er ook aandacht voor het onlangs geplaatste speeltoestel in het Aldendrielpark, speciaal voor de kleinste jeugd. Na het bedanken van alle sponsoren die dit speeltoestel mede mogelijk gemaakt hadden, verzorgde burgemeester Marieke Moorman samen met een aantal kinderen de officiële ingebruikname. En zullen we dan aftellen? Ja. 5, 4, 3, 2, 1, Hierna waren er diverse kinderactiviteiten in het Aldendrielpark waarmee jong en oud zich prima kon vermaken. Dit zowel buiten als binnen in de verwarmde tenten.